Zo, oké, nu ziet het er nog zo uit. Ja. Met deze hier. En ik heb ook eventueel, mocht jij dit ook willen, heb ik het ook voor jou. Ik ga het openmaken, jongens. Jo. Want ik weet al wat het is. Jij wel. Ja. Nu voor het eerst dat ik achterin zit tijdens je rijlessen. Ja, rijlessen sinds dat ik mijn rijbewijs heb, bedoel je. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 8 november 2022. En het is nu bijna 9 uur. Ja, ik weet, ik zie er nou even helemaal niet uit. Maar nu wel. Kijk, hoe snel is dit nou ingegaan? Snel toch? Ja. Nou, Laura die is ook al onderweg. Zo, ik moet even wakker worden hoor. Maar ja, Rodi heeft vanavond een 12-uursdienst. Ik breng Roderick vanavond naar zijn werk en ik haal hem morgenochtend op. Dus ja, wij wensen jullie gewoon, zoals altijd weer, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben even aan kijken wanneer Laura komt. Hoe laat? Nou ja, niet hoe laat, maar... Of ik er ergens zo meteen kan spotten. Zo, en nou kan ik er wel zo meteen ergens spotten. Dan zie ik er zo meteen vanzelf wel aankomen. Ik ga eventjes een afwas doen. Dat is ook erg belangrijk, een afwas. Dat ga ik dus nu als eerst doen. Misschien sponsje helemaal goud. Is handig hè, als je dus iets hebt waar heel veel vet op zit, niet te doen. Ja, nou dan zou je er hebben jongens. Ja, ik ga de deur even open doen voor. Oké, nu ziet het er nog zo uit. Ja. Met deze hier in het gezichtsveld. Maar dat gaat zo meteen even anders worden. Dus, yep. Laat ik jullie zo meteen wel weer zien hoe het er zo meteen uitziet. Ja, echt wel. En toen zag het er zo uit. Kijk eens. Dat wordt volgende week gedaan. Dit hele stuk. Dus, en dat moet ik nog eventjes opruimen in mijn laadjes. Dit gaat allemaal alweer de bak in voor de groene kledingbak voor de Humanitas. Dat kan weg. En dit moet ook nog even allemaal binnenkort weer beter gedaan worden. Helemaal goud. Helemaal prima. Helemaal best. Dus ja. En dat daar. Deze. Dit moet nog allemaal in de was. En dit moet nog even allemaal opgevouwd worden. Ja.
Dus ja, en ik heb nu ook Ro aan de telefoon en ik ben even bezig met alles in het programma te zetten voor het editen. Want ook dat moet gewoon gebeuren. En ik heb het koud. Een lady ligt op balkon en de twee zusjes. En de twee zusjes zijn nu hier. Ja. En Speedy ligt hier en Raki ligt daar. Ja, kijk, hartstikke mooi, is handig. Kijk, dan hoef ik zelf niet te zoeken van hoe moet dit. Kijk, als ik gewoon zo, zelf alleen zo beweeg, hoef ik alleen dit te doen, dat is handig. Ja, weer een goede tip voor mezelf. Yes. En nou ga ik de camera weer liggen, ook een hele goede. Ik ben nu even lekker aan het lopen met Lady. Oh, heerlijk. Maar ja, het is dan wel lekker weer, moet ik zeggen. Maar of ik me goed voel, nee. Totaal dus niet. Nee, maar het maakt niet uit. Alles voor mijn meisje. Dus, en Ro die wou nog even zometeen naar de mal. Gaan we dat ook nog maar even doen. En daarna ga ik hem vanavond naar zijn werk brengen. We moeten om 6:30 beginnen tot 6:30 morgenochtend. Dus, mwah. We zijn dus nog even bezig. Maar dat maakt niet uit. Hé, meis? Nee, hè? Ga mee? Ja, yeah. Kijk, daar hebben we er. Dus. Ach ja, wel ja. We kunnen er het beste ervoor maken, toch? En dat gaan we ook doen. Ik ben helemaal aan het doen. Ik heb een pakketje binnen. Vertel. En ik heb ook, eventueel, mocht jij dit ook willen, heb ik het ook voor jou. Oh. Ik ga het openmaken, jongens. Jo. Want ik weet al wat het is. Jij wel. Ja. Alleen ik kan dit niet omdraaien, want anders heb je mijn adres. En dat gaan we niet doen, hè? Nee. Nee. Jammer. Nee. Dat gaan we even niet doen. Het is ook zeker groen. Je woont er in de Houtstraat in Almere. Ja, wat jij wil. Ja. Het is zeker sowieso groen. Het zijn 4 stukjes. Precies. Ja, het zijn 4 dingetjes. 4 dingetjes. Laat eens even kijken. 4 dingetjes. En in het donker en dan geven ze licht. Okay. En dat moet dus. Het zijn dus namelijk, als je gewoon goed kijkt. Ja, ik zit hier 2 handen op te kijken. Is niks voor jullie. Is niet. Het zit hier plastic. Lekker zin. Nog eentje. Wat denk je waar dit op moet? Op je auto misschien wel. Ja. Oké. Okay. Deze gaan dan licht geven als je gaat rijden. Dat is grappig. Wat een onzin ding is tegenwoordig allemaal verzinnen. Licht geven als je gaat rijden. Nee, als het donker is, zeg maar. Als het donker is, gaat het licht geven als je gaat rijden. Ja, dat is handig, toch? Oké, dan mag dat wel. Heb ik schijt aan. Oh, heb je schijt aan. Ja, en dan is het zometeen op mijn wiel, op mijn ventiel draaien. En als je ze eventueel zou willen, heb ik het ook nog voor jou. Oh, ook gewoon zeker. Ja. Nou, net de kleur die ik niet wilde hebben. Wou je blauw hebben? Eigenlijk lichtroze. Maar wil je blauw hebben? Blauw is leuker. Nou, dan heb ik deze nog voor mezelf. Of zwart. Zwart hebben ze niet. En je kon kiezen uit groen of blauw. Oh. Wil je blauw? Nee, rood. Ah, is goed. Voor je moeder. Dus, deze gaat zometeen op mijn auto, jongens. Ja. Yeah. Helemaal top. En voor het eerst dat ik achterin zit tijdens je rijlessen. Ja, rijlessen. Sinds dat ik mijn rijbewijs heb, bedoel je? Nee, sinds je rijlessen. Sinds je rijles heb ik nooit meer achterin gezeten. Nee, dat is waar. Ik heb wel 8 jaar gereden een keer met rijles, maar nooit achterin gezeten. Nee, dat is waar. Heb je nog tips voor beginnende autocoureurs, zeg maar? Zoals mij bedoel je. Mensen die wel graag auto willen rijden, maar nog niet begonnen zijn en wel graag willen rijden. Oh, niet zo snel. Ho, halt. Oké, okay. Tips. Ja, tip. Voor beginnende bestuurders, ja, die nog geen rijbewijs hebben, die wel graag wat willen opsteken van hoe moet je rijden, waar moet je op letten, wat moet je allemaal doen als je in een auto gestapt bent en weg wil rijden. Nou, dat is sowieso... Oh, hi. Hi. Of niet, geen idee. Hi. Maar sowieso, wat ik al eerder zei in de eerdere video. Je handen gewoon op je stuur houden graag. Ja, ook kijk, oké, ja, nou dat niet hoor. Met schakelen. Nee, dat toch maar niet. Nee.
Kijk, met een automaat hoeft dat niet. Want dat is gewoon allemaal, dat gaat allemaal automatisch. Oké, vandaar een automaat. Yes. Alleen het opletten gaat niet automatisch. Nee. Je moet goed om je heen kijken dus. Yes. Je moet eigenlijk vanuit gaan dat iedereen erop uit is om jou aan te rijden. Ja, en zo denk ik ook altijd van, ik ga oversteken, maar stel, zo denk ik dan ook wel eens van, ja. Het zal mij maar gebeuren dat ik per ongeluk, ja, mijn voet even van dat rempedaal afhaal. Ja, dan schiet ik dus naar voren. Ja. 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 Kan gebeuren. Ja, nou, dat kan dus ook bij hun wel eens gebeuren. Dus ik hou daar eigenlijk altijd rekening mee van, er zal me net iemand mij niet zien. Of er rijdt toch iemand er doorheen en ik zie nou niks door jou, vriend. Je hebt aan de andere kant ook nog een lichtje. Hè? Aan de andere kant is ook een lichtje. Nee, ik bedoel, ik zie nu door hem niks. Met traan komt bedoel je? Ja. Oh, okay. Kijk, en dan gaat hij ook weer naar voren. Ja, dat is handig. Dan zie je nog steeds niks. Nee, dan zie ik het nog steeds niet, nee. Ik wil kijken wat eraan komt. Maar ja, dan moet ik het zo gaan doen, maar al dan zie ik het niet. Nee, nog een stukje naar over die streep heen. Voor de streep wachten, toch? Niet achter de streep. Nee. Dan klopt er iets niet. Nee, dat klopt ook niet. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Maar je moet gewoon echt overal aan denken stelden en zomaar een bestuurder jou niet zien. Zo moet je denken. Heel veel bestuurders denken gewoon niet meer zo van, ik rij wel door. Nee. Let gewoon ook nog gewoon op anderen. We leven nou eenmaal in een hele grote wereld samen met elkaar. Dus hou daar gewoon lekker rekening mee. Oké, dus niet, het is groen, ik rijd door. Want er kan nog wat aankomen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, soms dan heb ik groen, maar dan zie ik al nog een auto er doorheen zezen. Ja, en dan... Is het nog even wachten. Kijk, nu kijk ik al gelijk, komt niemand aan. Kijk, en dan ga ik rustig aan over. En ik ga niet heel stikke dekje zo doen. Ja, dat is. Okay. Zo. Oh ja, ging toch rot aan die kant. Hé, een GTI. Oké, en weer sneller. En zo moet je dat dus ook niet doen. En weer sneller, maar ik ben volgens mij sneller dan zij. Nee. Dus is dat een heel eind. Zo, mooi. Achter de streep. Voor de streep. Dus het ligt aan welk kant je komt natuurlijk. Ja, en ik sta nu op de lijnen. Want zoals je kan zien, heb je dus die lijnen. Ja, die zwarte stukken in het asfalt. Ja, en je kan beter daar inderdaad op staan. En jij hebt een kind voorin, dus ik ben sneller als jou. Helemaal goed. Kijk, hartstikke deze is leuk. Nog steeds een beetje creepy naar voren doen. Zo, en je hebt een kind? Wauw! Ze heeft elektrisch. Jezus! Ja, geen richting aangeven. Dat zal je wel afgaan. Kijk, en hier mag ik dus niet meer inhalen. Wel afgaan. Kijk, en nou mag ik dus alweer inhalen. Ik heb een richtingaanwijzer aan. Yay! Joepie de poepie. Wel naar rechts, niet naar links. Dat zit natuurlijk ook niet op. Als je naar rechts gaat, dan links richting aangeven. Nee, dat is ook niet handig. En waar zijn we weer? Bij onze gezellige Westfield Mall of the Netherlands. Ja. Kijk, en dit is wel handig. En voor auto's zoals deze, met een start-stop-systeem. Als je op de rem trapt, hij gaat dus automatisch uit. Dus je bespaart ook weer op je benzine en voor het milieu, et cetera. En het CBR wil altijd zien, als je bij het verkeerslicht staat, altijd zo. Nooit zo, zoals ik dus nu doe. Oh! Ja, moet CBR dit maar niet zien. Nou ja, ik heb mijn rijbewijs al, hè. Dus dan ik zal is even het een melding maken, Jan niet aan het stuur had. Als je straks geparkeerd staat, ga ik uiteraard filmen dat je je handen niet aan het sturen hebt. Ja, dat is prima. Wat nee, jij wil. Al die auto's zou ik even filmen. Dat heb al niet handen aan het sturen. Ja, en je hebt geen voorrang. Nee, helaas. Maar het kan wel doorrijden. Ja, en dan is boem zo hoor. Ja, maar ben jij verantwoordelijk? Ja, dat is waar. Helaas. Ja, helaas wel. Dat is het rare. Zit je nog steeds achter mij en met je Dacia step? Jeetje. Moet ik nou daarop wachten of niet? Ja, daar moet je op wachten. Ja. Nee, maar op en op die... Meteen doorrijden. Niet doorrijden, Ro. En daar moet ik nu op wachten.
Daar moet ik op wachten nu. Je had je sneller moeten zijn. Nee, want die mevrouw die kwam er ook nog aan, schat. Je had je gewoon veel sneller moeten zijn. Nee. Fietsers hebben geen voorrang. Nee, maar dat was ook geen fietser, hoor. Hier staat een fietser. Ja, ik zie duidelijk een fietser. Hier heeft geen voorrang. Hou je mond. Gewoon lekker doorrijden. Huppatee, gas op die lolly. Met 50 en naar boven komen? Terwijl het hier 15 is. Dit vind ik toch zo zielig, dit slagboompje. Dit geamputeerde slagboompje. Heel zielig, een half slagboompje. Dat is een hele mooie blauwe trouwens, dat is... Wow! Heel mooi blauw. Mooi blauw is niet lelijk. Daar gaan wij naartoe. Daarna achter. Oké. Moeten we dan richting aangeven. Helemaal goed. Kijk. En één keer goed. Niet? Tevreden? Oké. Ga je naar voren en volg weer naar achteren. Omdat het niet helemaal langs de lijn zit. Oké. Nou, volgens mij staan jullie net zo hetzelfde als net. Maar dat geeft niet. Dat is jouw idee. Ik vind het prima. Niet tevreden? Toch wel. Gelukkig. Roos ook weer even in beeld. En we hebben pakken voor jou, lieve schat. Pakkies. Jee, op de poppie. Aardbeikers, aardbeikers, aardbeikers. Allemaal aardbeikers. Dat ik voor de aardbeikers. Het is allemaal aardbeikers. En voor een euro. Voor een euro. Oké. Okay. Ja. Dat is twee mee. Ja. Is dit? Die en die vind ik niet lekker. Ja, en ons Ro ook weer even in beeld, hè? Ja, en want Ro die filmt zichzelf eigenlijk nooit, zeg maar. Nee, zelf. Zoals wat ik dus altijd doe, op deze manier. En dat doet Ro dus niet. Ja, want ik doe het ook. Ja. Dus. Perfect. Ja. Lekker. Ik heb al eten in de pan. Ik heb al eten in de pan, ja. Maar je hebt wel zwaard en gekookte kipfilet voor een euro. Euro? Een veenhals zwaard voor een euro. €5,50 cent deze. Ja, dat gaat niet in. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ja. Ook 5. Nee. Dan moet je kijken. Dan moet je kijken. 47, 2,99. Dit is ook weer een euro. Ja. Dit is ook een euro. Dit is een euro. Dit klopt. Dit is ook een euro. Dit klopt. Deze van 2,69. Deze 2,99. Hier krijg je meer korting op dan die. Ja. Geen idee. Nee, ik ook niet. Daarom juist. Daarom dat ik het ook laat zien. Een euro. Stikken dus van een euro. Euro. Een euro. Nou, deze... Nee, dat vind jij niet lekker, schat. Dat weet ik van je. Hij wil zeggen, eeuw, bang. Ah, wat zie je? Ja, allemaal euro. Ja, bijna wel. Ja. Hè? Kijk hoeveel geld we erbij hebben. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik allemaal niet. Nee. Maar ik ga wel even bolletjes halen, want ik wil wel even een beetje brood hebben vanzelf. Even kijken, of puntjes of bolletjes, waar zou ik voor gaan? Puntjes, lijkt me ook wel een hele goeie. Ja, ik ga gewoon even denken, want dit zijn witte bollen en zoveel eet ik niet. Dus ik neem wel gewoon witte bollen mee. Het zijn er 10. Yes. Hoppatapatapatoeperap. Ja, dus dat. Thank you.
Oh, is dat oké? Maar ik zag ze al aankomen. Mm-hmm. In mijn achter... in de spiegel. Mm-hmm. Ja, dat is het handige van een achteruitkijkspiegel. Dan kan je zien wat er achter je gebeurt. Nee, maar ik zag ook... lampjes, zeg maar. Ja, dat doe ik niet, dat zie je.
lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten. En dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!